Kunstenares Henna Bruinings hield in het weekend onder grote publieke belangstelling haar vierde solo-expo met als thema Conflict and Harmony. Deze vond plaats in de hal. Na 6 jaar hield Bruinings weer een expo. In december 2011 presenteerde zij voor het laatst een aantal werken met als thema Experiences. Bij dit project had Bruinings een curator in hand genomen die toen bepaalde dat er een thema aan verbonden moest worden. De kunstwerken van de expo Conflict and Harmony hebben allemaal mooie vormen en kleuren als overeenkomst. Verder zijn de kleuren afwisselend donker en dan weer helder, waardoor ze mooi in elkaar vloeien. Door de abstracte stijl wordt het aan de kijker gelaten om zelf te bepalen wat die ziet. De positieve reacties van de bezoekers bleven niet uit. Henna Bruinings heeft weer een top-expo neergezet. Behalve kunstenaar is Bruinings ook bekend als grafisch ontwerper. Ik wilde namelijk wat ik voel, wat allemaal om me heen gebeurt. Dat pik ik op en dat gooi ik eruit op mijn schilderijen. En er gebeurt heel wat conflict. Niet alleen om me heen, niet alleen in Suriname, maar in de wereld. Op het gebied van onze natuur gebeuren er vreselijke dingen. Vreselijk veel oorlogen, vreselijk veel misverstand, vreselijk veel discussies. Vreselijk veel mensen die tegenover elkaar staan. En ik ontdek gewoon dat ik dat uitbeeld. Ik heb dat niet met opzet gedaan. Als je dit leest, dan ziet je dat ik zo werk. Maar ik breng het op een harmonieuze manier. Je gaat dus geen mensen zien die koffers vechten. Maar je ziet wel bijvoorbeeld dit hier. Lijkt alsof twee paarden uit elkaar rukken. Maar het betekent allemaal dus dat dispuut, discussie, conflicten. En dan breng ik het harmonieus. Kunstenares Henna Bruinings. Zij hield in het weekend onder grote publieke belangstelling haar vierde solo-expo met als thema Conflict and Harmony. Deze vond plaats in de hal. De kunstenares heeft beloofd geen lange pauzes meer te nemen, omdat zij zodoende de draad kan kwijtraken. Bruinings zal nu doorwerken naar haar volgende expo.